Hallo iedereen, welkom bij Video Book Review, waarin dat we gewoon de beste boeken ter wereld gaan bespreken. Vandaag is de beurt aan de Kill de Killer Democracy voor Klaasmensen. Ik ben heel hard onder de indruk van dit boek. Ik heb af en toe wel Google nodig gehad, omdat het zeer technisch is. Het is een dun boekje, dus je gaat er snel door. Maar om te begrijpen hebben we al wat tijd nodig. Ik denk ik heb het gevoel dat dit boek echt wel heel belangrijk kan zijn voor de geschiedenis van de democratie in het algemeen. Omdat Klaas echt wel heel hard pinpoint wat het probleem is. Ik zal u meenemen door de concepten die in het boek staan op drie delen. Artikel 42 van de Belgische Grondwet. Voor mij de eye-opener. Ik heb hem effectief gaan opzoeken in de Belgische Grondwet. Het tweede natuurlijk, wat zijn de flaws dan? Wat zijn de fundamentele flaws in de democratie? En het de derde natuurlijk, wat. Zijn de potentiële oplossingen? Dat bespreekt Klaas ook zeer goed. Uh, Klaas zelf is uh, bioinformaticus, heeft ook in de Piratenpartij gezeten en heeft eigenlijk vier jaar onderzoek gedaan, nagedacht over dit boek. En je voelt dat ook echt wel in dit boek. Het is, het is niet zomaar kwitsch kwatsch, het is een keer wat ik gedacht heb. Nee, Klaas heeft echt wel goed nagedacht over dit boek. Maar we gaan erin springen. Hè. We starten met Artikel 42. Artikel 42 in de Belgische Grondwet. Ik zal het even voorlezen wat het is. Ik heb het hier mooi aangedeeld. De leden van beide kamers vertegenwoordigen de natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen. Dat klinkt allemaal super logisch, maar we hebben allemaal het gevoel dat in de huidige democratie dat niet gebeurt. Mensen worden verkozen en het enige wat ze vaak aan nadenken is van... Um, ik, uh, 30% van de mensen hebben me verkozen, ik moet die vertegenwoordigen, maar eigenlijk, je moet eigenlijk iedereen vertegenwoordigen, de Hansen Natie. En dat was voor mij zo, artikel 42, ja, heel logisch. Maar waarom is dat niet zo? Waarom is het zo moeilijk voor de politiekers om dat toe te passen? Tom Leenaerts heeft ooit een keer vorig jaar in de afspraak: uh, twee politiekers vlak af gezegd: zijn jullie niet beschaamd? Zijn jullie? Dat jullie niet beschaamd over wat jullie aan het doen zijn? Maar eigenlijk, en dat is ook wat Klaas doet, hij gaat niet de politiekers zelf aanvallen, hij gaat eigenlijk duidelijk tonen wat de flaws in het systeem zijn. Wat zijn de problemen in het systeem? En eigenlijk kun je dat vergelijken met een monopoliespaal die begeleid wordt door een democratisch council. Maar dat gaat bijna niet. Want eigenlijk, om dat op een goede democratische manier te laten ver verlopen, de monopoliespaal, moet je eigenlijk gewoon de regels van het monopoliespaal veranderen. En wat zijn die problemen nu eigenlijk die in de regels van die politiek zitten? En die kun je herleiden tot twee woorden. Centralisatie en exclusiviteit. Wat is centralisatie? Heel simpel, je centraliseert alle informatie en alle beslissingen die eruit komen. En dat heeft zijn tekortkoming van hoe meer informatie dat er voorhanden is, dus hoe meer problemen dan er zijn, of hoeveel meer mensen dan er zijn, hoeveel, hoe meer onderwerpen dan er zijn, hoe meer dat je die moet opnemen en hoe meer denkvermogen dat je moet, he moet hebben. Ik bekijk dat gelijk een computer. Een computer heeft ook maar de maximum hoeveelheid dat hij kan processen. Eigenlijk is een... Is, uh, ik denk dat Klaas dat ook zo beschrijft. Een, een parlement is eigenlijk een, een processing unit van alles wat er gebeurt in, in een land. En Decentralisatie zorgt er ook voor Natuurlijk dat er een cap is, dat er een maximum is aan, die, aan de hoeveelheid dat een parlement kan. Het tweede probleem is de exclusiviteit: de exclusiviteit van we zijn dat zo gewend, je stemt op één politieke partij en dat is, dat is het. Maar is dat wel de beste manier? Want ik ikzelf persoonlijk ook, ik heb verschillende partijen dat ik wel, dat ik wel aanvaard en eigenlijk vind ik dat elke partij wel een paar punten heeft. En ik ben er redelijk zeker van dat ik niet de enige ben die niet ideologisch achter één partij staat, maar eigenlijk wel verschillende partijen interessant vindt. En we kennen ook allemaal de, de uitdrukking um, als je een naam hebt, lijkt alles op een nagel. Maar iedere klusjesman en vrouw weet wel dat als je een goede klusjesman of vrouw wil zijn, dat je verschillende tools nodig hebt. En die exclusiviteit... En die centralisatie zorgt er eigenlijk voor dat alle partijen gigantische druk hebben. Hoewel ze moeten, op alles een antwoord hebben. Op echt alles. Ze moeten weten uh, hoe dat economisch moet, hoe dat onderwijssysteem moet, hoe dat landbouwsysteem moet, hoe dat dit en dat. En iedereen bekijkt het vanuit zijn ideologische bril, terwijl dat uh, niet noodzakelijk nodig is. Omdat die verschillende ideologieën een deel van het antwoord kunnen hebben. En dat vind ik wel heel mooi. Uh, het heeft nog een derde heel belangrijke invloed op ons democratisch systeem, die centralisatie en die exclusiviteit, is dat eigenlijk verkiezingen. De verkiezingen worden eigenlijk vaak gewonnen over enkele onderwerpen. Omdat iedereen exclusief moet zijn en omdat het gecentraliseerd is, zijn op het moment dat de verkiezingen zijn, belangrijke onderwerpen de reden dat bepaalde partijen gigantisch gaan winnen of uh, gigantisch extra kiezers gaan krijgen. Voor de verkiezingen hier in België waren heel duidelijk de, de klimaat en, en de migratiestroom. En daar is er gigantisch veel over, over geweest. Maar er zijn ook heel veel andere partijen die enorm belangrijke zaken voor de rest van België hebben. Er zijn duizenden uitdagingen in het land. En als verkiezing enkel maar wint op twee van die duizend issues, dan zit je gewoon met een flaw in de democratie. Pun intended. Gelukkig, het boek gaat heel hard in op die, die flaws. En die kun je echt helemaal in detail lezen. En de onderbouwing daarvan. Uh, aan de hand van de antifragiliteit van uh, Taleb Nassim. En ook aan Ostrohorsky. Hij is grote fan van Ostrohorsky. Um, Klaas Mensaar, soms denk ik echt van... is een beetje fanboy van Ostrohorsky. Maar alles wat hij beschrijft van Ostrohorsky... Dat is een moeilijke naam. Uh, is ook wel heel interessant, uh, en heeft, dat is al, ik denk dat Ostergoski 50 tot 100 jaar geleden is, en dan al zag hij het. Hè. Um, maar schat, de oplossingen zijn er ook. In het laatste hoofdstuk van het boek gaat Klaas echt een duidelijke oplossing framen. En, uh, en hij heeft niet zomaar... Er zijn veel uh, experimenten die op dit moment lopen, burgerorganisaties, uh, uh, of heel harde participatie. Hij heeft die allemaal bekeken en onderzocht, maar heeft eigenlijk... Uh, een systeem gebouwd die eigenlijk gemakkelijker te implementeren is, denk ik. En die is gebaseerd op twee fundamentele veranderingen. Um, de manier van vertegenwoordiging en de manier van kiezen. Dus de manier van vertegenwoordiging, we gaan eigenlijk van uh, twee soorten vertegenwoordigers hebben. We gaan partijvertegenwoordigers hebben en volksvertegenwoordigers. Partijvertegenwoordigers kennen we allemaal natuurlijk. Met dat verschil uh, dat in plaats van op één partij te moeten stemmen, dan ben een hele reeks van partijen mogen stemmen. Oh, Oké, okay, die partij, die partij, partij, die partij niet. Nog een ander, heel voordeel daarvan van daarvan, om die exclusiviteit weg te werken en die inclusiviteit te brengen, is dat, de, dat er nog meer organisaties kunnen meedoen. Dus eigenlijk alles wat dan nu achter de scherm gebeurt, dat is in de lobbyorganisaties bijvoorbeeld van grote multinationals of NGO's, dat gebeurt eigenlijk ondemocratisch achter de scherm. Maar die gaan eigenlijk nu... Kunnen mee gewoon doen van: Oké, okay, dit is een belangrijk punt. Dierenrechten is belangrijk. Uh, onderzoek naar genetische manipulatie dat is belangrijk. Gewoon een partij rond die, specifieke, rond die specialisaties. En die hebben dan ook een kans om als partijvertegenwoordiger te zijn in het parlement. En nu kun je natuurlijk denken: van ja, als we hier 100 partijen gaan hebben in het parlement, gaat, ze komen nu al niet overeen, dat gaat nog erger zijn. Maar dat, dat is nu net niet waar. En daar komen de tweede vertegenwoordigers dan in voor. En dat zijn de volksvertegenwoordigers. Ook mooi beschreven. En wat ik heel leuk vind aan die volksvertegenwoordigers, is natuurlijk dat ze partijloos zijn. Dus ze gaan eigenlijk... Natuurlijk, iedereen is een mens. Dus je hebt wel een ideologisch idee. Maar je zit niet verbonden aan één partij. Dat is al één voordeel. En ten tweede, de manier dat die volksvertegenwoordigers verkozen worden, is ook voor neutraal of... Tegen. tegen is heel belangrijk. Want nu vaak wordt populariteit bij, eh, populariteit bij politiekers gaat vaak over hoe controversieel ze zijn en hoe groot een achterband zijn. Als er iemand verkozen wordt met 30% van de stem, bijvoorbeeld, dat is heel veel. Maar stel niet dat 60% van de rest van de bevolking er tegen is, is dat dan een goede volksvertegenwoordiger? Ik denk van niet. En dat, de ratio lijkt ook. Allez, als je erover nadenkt, je gevoel zegt ook dat klopt niet. Dat klopt ergens niet. Dus wat eigenlijk de beste volksvertegenwoordigers zijn eigenlijk die door de meeste hoeveelheid van de bevolking gedragen worden. Het hoogste percentage. En dat ga je ook vaak, de minder polariserende de minder luidste. En dan ga je meer de, de mensen krijgen die echt kennis van zaken hebben. Dat zijn de twee belangrijkste. De andere manier van stemmen: je kunt ook tegenstemmen. Zeer interessante. Christine Velber uh, uh, schrijft daar ook over. En natuurlijk twee soorten vertegenwoordigers. Wat ik wel denk dat Klaas gemist heeft in het boek, dat heeft hij, zeker in het laatste hoofdstuk, heeft hij zo ergens een gemiste kans, omdat hij, hij toont dan eigenlijk de nieuwe manier van aan politiek doen. En hij is eigenlijk anti-utopisch, hij gaat van, bottom up, van de bottom-up, van de informatie is verspreid over de bevolking en die moeten we ergens kunnen zien naar boven krijgen. En door in zijn derde hoofdstuk al eigenlijk een voorbeeld te geven, had hij eigenlijk tegen zijn eigen ingaan, had hij eigenlijk een utopische beeld geven. Terwijl hij dat beter had kunnen frame van kijk, dit is een initieel wetsvoorstel en dit moet nog door de verschillende partijen uh, bekritiseerd worden, befeedbacked worden, er moet nog onderzoek naar gedaan worden in de x aantal perioden. En dan moet dat dan uh, goedgekeurd worden door de volksvertegenwoordiger, dat hij dan ook voorstelt. En dat dat zijn boek nog naar een next level kunt tellen. Als hij dat ook duidelijk geframed had, eigenlijk een laag bovenop een laag. Om eigenlijk nog beter dat gevoel te krijgen van een, dat nieuwe soort, uh, nieuw, nieuwe manier van politiek. Maar al bij al ben echt super hard onder de indruk. Ik ben nog altijd van overtuigd als genoeg mensen het boek lezen, als er een duidelijke stappen, als er, als er duidelijke stappen worden gezet naar richting daar. Ik denk ook niet dat het van de huidige partijen zal komen, dat er een nieuw soort partijen zal moeten ontstaan, die heel specifiek gaan, die heel gespecialiseerd zijn en die eerder zo wat open, die open zijn. Maar er zijn partijen die zeggen van oké, okay, wij hebben geen ideologisch standpunt, wij gaan eigenlijk de andere partijen hun standpunt overnemen als ze voor dat probleem ideaal zijn. Dus eigenlijk een partij waarop je kan stemmen als je meerdere partijen hoeft. Zoiets met dan de specialisatie. Dat is het eerste idee dat bij mij opkwam bij het lezen van dat boek. Um, en ik hoop echt dat dat ingevoerd wordt. Dit, dit boek is ter optimalisatie van de democratie. En die optimalisatie is echt nodig. Dus, Klaas, goed gedaan. En ik stel voor iedereen die geïnteresseerd is in, die, uh, in deze materie: koop dit boek, lees het en ga gewoon ook in gesprek met Klaas. Want Klaas is ook een heel open mens en gaat daar zeker uh, voorop staan om uh, nog naar iets beter te komen. Dat is de essentie van het boek. eigenlijk. Constante feedback en dan ultieme beslissing maken en dan terug Dat is dus hoe dat democratie eigenlijk zou moeten zijn. Ik ben er emotioneel van. Dit was video boekreview met Jeff van Acker. Heb jij ook een leuk boek dat je wilt gereviewd zien? Of heb je een wereldbefaand boek dat je denkt van die zou je eens moeten lezen? Uh, stuur maar door. Graag. Ik lees graag boeken en ik spreek graag. Jokes.